vorige keer begonnen met dit anaeroob lactisch systeem. Zonder zuurstof, met melkzuur, oftewel zonder zuurstof. En die glycolyse was het afbreken van de koolhydraten die je in je mond stopt tot glucose. En die glucose, daar kan jouw lijf kan daar wat mee. Met koolhydraten, ja, daar kan het wel iets mee, die breekt het af. Maar dat glucose, dat is iets waar jouw lijf echt mee aan de slag kan. En de laatste naam, de meest gangbare naam, is het melkzuursysteem. Want dat produceert het in overvloeden, melkzuur. En wat was ook weer glycolyse? Wij eten koolhydraten. En die koolhydraten die stoppen we allemaal, stoppen we die in ons mond. En die gaan naar ons buik en die worden daar verteerd en die gaan in dat systeem en die komen uiteindelijk in je darmen terecht. En in jouw darmen gaat uiteindelijk de glucose, die wordt uiteindelijk opgenomen in jouw bloed. En wat gebeurt er met jouw bloed? Suikerspiegel die gaat omhoog. En als jouw bloedsuikerspiegel omhoog gaat, dat wil zeggen dat er energie in jouw bloed zit klaar om te gebruiken. En dat bloed gaat vervolgens naar de spieren die op dat moment actief zijn. Stel dat ik aan het squatten ben, dan gaat dat bloed naar de spieren die op dat moment actief zijn. Dus dat zijn in mijn geval mijn beenspieren. En wat doet hij met dat glucose? Dat geeft hij daar af. En met die glucose kan er dan uiteindelijk weer ATP gevormd worden. Met als gevolg dat we door kunnen blijven gaan. Dat is eigenlijk de korte versie van die melk, van dat anaeroob lactische systeem. Nou, dit hadden we vorige keer. We hadden gezegd, je eet om uiteindelijk in dit geval energie te kunnen leveren voor resynthese. Glucose zit in alles. Er zijn maar weinig producten waar geen glucose, oftewel koolhydraten in zitten. En wij eten in overvloeden koolhydraten als mens. Je hebt hele simpele koolhydraten die eigenlijk al bijna afgebroken zijn en door het lichaam met heel weinig moeite weer omgezet worden. Dat is leuk. Dit zijn snelle suikers, snel op het vuur, snel beschikbaar voor resynthese. En deze polysaccharide, oftewel heel veel koolhydraatjes achter elkaar geplakt, vul voor dat en maar een ander getalletje in. En dan weet je dat je lijf daar langer mee bezig is. En dan is het natuurlijk aan jou om het goede moment te kiezen om iets te eten. Als jij net voor een training honger hebt, ga dan geen complexe koolhydraten zitten eten. Want dat wil zeggen dat als de training begint, dan heb je nog steeds honger. Kort voor een training een wit boterham of een wit broodje met jam eten, dat kan ontzettend effectief zijn. Kort voor een training nog eens volkorenpasta naar binnen gaan zitten schuiven, dat is leuk. Maar tegen die tijd dat je uit je training komt, is het dan pas bruikbaar. Dus daar heb je dan weer net niks aan. Nou, hoe verloopt dat proces van koolhydraten? Dit is de korte versie, hè? Je eet ze, ze worden omgezet, ze komen in je bloed terecht, ze komen in je spieren terecht en ze gaan in ATP. Stel dat ze in je bloed komen en je zit net thuis op de bank, maar je zit daar wel een zakje gummibeertjes van Haribo naar binnen te schrokken. Dat wil zeggen dat eigenlijk, dat komt in je bloed terecht, maar dat is totaal niet nodig. Dat wil zeggen dat het naar de opslag gaat. Dat wil zeggen, we hebben het niet nodig, we slaan het op. En het kan zijn dat het in de opslag van je lever gaat of in je spieren. En als die vol zitten, dan wordt het omgezet in vet. En dan wordt het ergens op je dij, op je buik of waar dan ook geplakt. Gewoon gratis en voor niks erbij. Ja? Die opgeslagen vorm van koolhydraten, dat noemen ze glycogeen. Glycogeen zit ook in vlees, maar dat is een ander verhaal. Ja? En op het moment dat het uit die opslag moet komen, dat wil zeggen dat er hormonen aanwezig moeten zijn om dat weer terug te spuiten in het bloed. Op die manier gebeurt dat dan. De meest simpele versie, als je de lange versie wil, kijk het filmpje van vorige week maar weer terug. Dan komt dat vanzelf goed. Nou, dan hebben we die anaerobe glycolyse. Zonder zuurstof, die koolhydraten afbreken tot glucose, zodat je die glucose kan gebruiken voor de resynthese van ATP. Geen zuurstof aanwezig, want dat duurt tenminste 3 minuten voordat het er is. En dat duurt bijna 10 minuten voordat het optimaal werkt. Dus dat is er simpelweg nog niet. Die verbranding is onvolledig, omdat er geen zuurstof bij is. Het is hetzelfde als dat je nat hout of niet brandbaar goed spul op een vuurtje gooit. Dat verbrandt niet. Dat blijft altijd een stukje achter. Nou, en wat blijft er achter in dit geval? Dat is melkzuur.
En dat melkzuur is irritant, want dat bevordert jouw prestaties. Als ik jullie hier nu achter elkaar 100 keer volle bak laat squatten, dan verzuren je benen. Dat is hetgene wat verzuren is. Ja? Anaerobe glycolyse gebruikt alleen maar koolhydraten als brandstof. Geen creatinefosfaat, geen vetten, geen eiwitten, koolhydraten. Daar marcheert het op. Ja? Voordeel is wel, het kan langer mee dan die fosfaatpoel. Hè, maar dat ging maar tot 6 seconden zo'n beetje. En als je een beetje mazzel had, kon je dat nog doortrekken. Dit melkzuursysteem, dat gaat max 3 minuten mee. En die 3 minuten ga je alleen halen als je daarin getraind bent, fysiek en mentaal. Mentaal. Ja? Je moet simpelweg tegen die pijn van dat melkzuur, die moet je kunnen negeren. Dat is heel simpel. En kun je dat negeren, dat is leuk, dan kun je tot die 3 minuten in de buurt komen. En kun je dat niet, dan zegt dit melkzuursysteem na 45 seconden tegen je, we kappen ermee. Want na 45 seconden is eigenlijk je emmer zo goed als vol. En is het aan jou om daarmee om te gaan, ja of nee? Hoe ziet de simpele versie eruit? Glucose wordt afgebroken in melkzuur en energie. En die energie wordt opgepakt om samen met het ADP en dat P'tje weer die ATP te vormen. En waar de fosfaatpool maar 1 ATP'tje kon maken, kan dit melkzuursysteem kan 3 ATP'tjes maken. Dus hij levert ook wel 3 keer zoveel energie. Nou, en dat hij 3 keer zoveel energie levert, dat weten we, want hij gaat simpelweg langer mee. Dus het gaat in capaciteit is het groter, in vermogen niet. Dit is de moeilijke versie. Ik eet koolhydraten in mijn voeding. Ja? Of ik heb hier zo die opgeslagen vorm van koolhydraten in mijn lijf zitten. Dat is prima. Die worden afgebroken tot, hè, tot glucose door middel van glycolyse. Het nadeel van glycolyse is, het kost 2 ATP'tjes, maar het levert gelukkig ook weer 2 ATP'tjes op. Dus dit en dat, plus 2, min 2 is weer 0. Dus dat is opgelost. Dat heft elkaar op. Daar komt bij die vorming van glucose uit koolhydraten, of uit die opgeslagen vorm van koolhydraten, komt daar glucose, maar vormt zich ook pyrodruivenzuur. Hoe pyrodruivenzuur eruit ziet of hoe het smaakt, ik heb geen idee, maar het ontstaat. En omdat er geen zuurstof aanwezig is, zegt het lijf, ja, maar als ik daar niks mee kan, wat moet ik er dan mee? En zet het dat om tot melkzuur. En dan kan je dus al vertellen, op het moment dat hier wel zuurstof bij komt, dan wordt dat pyrodruivenzuur wordt nog eens in de citroenzuurcyclus omgezet en levert dat nog eens 32 ATP'tjes, maar dat is voor de volgende lessen. Geen zuurstof aanwezig. Dus dit pyrodruivenzuur wordt omgezet in melkzuur. Met wel als voordeel dat dat in ieder geval wel 3 ATP oplevert. Ja? Duidelijk tot zover? Eten is energie, is resynthese. Er is alleen geen zuurstof bij. Dus het wil zeggen dat er ook een rommel ontstaat en die rommel is melkzuur. Nou, wat is het verschil tussen capaciteit en vermogen? Capaciteit, de snelheid waarmee melkzuur kan worden afgebroken. En dit wordt gedaan door het aeroob vermogen, oftewel door met zuurstof kun je dat melkzuur nog afvoeren. Komt er een vuilniswagen in dat bloed voorbij, die neemt dat melkzuur mee en die voert het weer af. Ja? Het vermogen wil zeggen hoeveel koolhydraten kunnen er gebruikt worden voor de resynthese van ATP zonder zuurstof te moeten gebruiken. Oftewel de capaciteit is hoe lang kun je omgaan met die melkzuur. En het vermogen wil zeggen hoeveel koolhydraten kan ik gebruiken om dat systeem te blijven voeden. En dat moet je trainen. En dat train je bijvoorbeeld met enorme intervaltrainingen waar het pijn doet, waarbij je eigenlijk zegt van ik wil dat niet. En waarom trainingen zijn we, als je die van tevoren op papier ziet staan, dat je denkt van gadverdamme, daar heb ik geen zin in. Dat zijn de trainingen waar je dit systeem in traint en waar je onwijs veel sterker van wordt. Dat kan een deel krachttraining zijn,
Maar dat kan ook gewoon interval, dat kan sprinttraining zijn. Dat kan allerlei intensieve trainingen zijn. Maar die heb je ook bij voetbal en die heb je ook bij handbal. Dat zijn korte intensieve oefeningen waarbij de trainer zegt, volle bak erin, vol gas, doe maar net of het een wedstrijd is. En we doen hem niet zo lang. Nou, dan hoop ik dat jullie die herkennen. Want anders is er nog een hoop winst te boeken in jullie training in ieder geval. Eigenlijk is dus, lactisch, hoe goed kun je omgaan met dat melkzuur? Hoeveel melkzuur kun je aan? Welke hoeveelheid melkzuur in jouw lichaam kun je hebben voordat je zegt van nu kan ik niet meer? Nou, na 45 seconden is in ieder geval die emmer die is vol. Dan zit jouw lijf of dat gedeelte van jouw lijf wat aan het werk is. Stel dat ik met mijn armen werk, dan zitten mijn armen zo vol met melkzuur dat mijn armen zeggen, doe het niet meer, ik kan niet meer. Maar, daarna gaat je prestatie afnemen, maar kun je het nog wel volhouden. En of het dan zo afloopt naar beneden, of dat je in die van 45 tot 3 minuten dat het langzaam afloopt, dat is een kwestie van trainen. Want hoe vaker je dat gevoel van melkzuur hebt gehad in je benen, in je lijf, in weet ik veel waar, des te minder stijl gaat hij naar beneden lopen. Des te langer kun je het volhouden, des te langer kun je vol gas blijven gaan richting die 3 minuten. Ja? Maar dat is iets wat jouw lijf moet leren, maar ook wat je hier moet leren. Ja, als je aan het sprinten bent en je hebt het idee dat je niet meer kan, dan toch nog doorgaan. Ja, of er toch nog een herhaling achteraan doen. Toch nog een sprintje trekken. Toch nog een keer die uitvoering doen. Dat gaat ervoor zorgen dat je dat melkzuursysteem gaat trainen. En dit melkzuursysteem, dat gaat doorslag geven in wedstrijden. In nog een keer een snelle aanval kunnen doen. Dat geldt voor handbal, dat geldt voor basketbal, dat geldt voor voetbal. Dat zorgt ervoor dat als je om kan gaan met het melkzuursysteem, is dat als je dat uit kan stellen, dat je in een wedstrijd van schaatsen of van zwemmen, dat je een betere prestatie kan blijven leveren. Of in het geval als je op een fiets zit, dat je de volgende demarrage nog een keer mee kan. En tot als ze die dan weer teruggepakt worden en er springen andere mannen weg, dat je er nog een keer in mee kan. Dat zorgt ervoor, als je getraind bent, in dit melkzuursysteem. Maar bij 3 minuten, dan moet iedereen stoppen. Of je wereldkampioen bent of niet, dan gaat in ieder geval die inspanning sloes. En waarom? Dan komt de zuurstof erin. En dan zegt het lijf, oké, ik heb zuurstof. We gaan de intensiteit gaat naar beneden, maar we kunnen wel weer door. Ja? Trainbaar door lactaattolerantietrainingen, oftewel, ik kan omgaan met melkzuur. Dat melkzuur, wanneer komt dat erin? Er is een bepaalde grens wanneer dat melkzuur erin komt. En dat noemen ze, de makkelijkste versie is je omslagpunt. Wie kent het woord omslagpunt niet? Wie kent het woord omslagpunt niet? Mooi. Nou, daar heb je van gehoord. De betere term is in dit geval de anaerobe drempel. En anaerobe drempel wil zeggen, onder die drempel is het aeroob. Boven die drempel is het anaeroob. Onder die drempel is er zuurstof. Boven die drempel is er eigenlijk een zuurstoftekort. Onder de drempel is de intensiteit laag. Boven de drempel is de intensiteit hoog. Hier onder de drempel kan melkzuur nog opgeruimd worden. Boven de anaerobe drempel wordt er meer gemaakt dan dat er opgeruimd kan worden. Zie je het als een lekke boot? Hier heb ik kan ik met de emmer waarmee ik aan het scheppen ben het water wat in de boot komt bijhouden om er weer uit te gaan. Dus dan is het goed. Die boot die blijft gewoon varen. Er is niks aan de hand. Boven die drempel zit er ineens een tweede gat in die boot. En heb ik een probleem, want ik gooi er één emmer met water uit, maar aan de achterkant stroomt er 1,5 weer terug naar binnen. En dus gaat langzaam die boot zinken. En dat is het met het melkzuursysteem en met die anaerobe drempel. Ja? Hoe zit dat? Hier is jouw inspanning 100%, maximaal. Alles wat je erin hebt, dat pers je eruit. Helemaal hieronder, bij dit bankje, is, ik zou zeggen, slapen, rust, niks, rusthartslag, in je meest relaxte toestand. En hoe hoger je komt, hoe hoger de inspanning wordt.
Nou, wat je hieronder hebt, is op het moment dat het aerobe is, dat wil zeggen dat er zuurstof is. En als je maar laag genoeg in je intensiteit zit, dan ben je vetten aan het verbranden. Dat noemen ze de aerobe drempel. Dus je hebt een anaerobe en je hebt een aerobe drempel. En bij die aerobe drempel, dat adviseren ze vaak bij sporters die wat af willen vallen of vet willen verliezen. Laag intensiteit, je moet nog flink kunnen ouwe hoeren, dan ben je vet aan het verbranden. Dat adviseren ze bij vrouwen of mannen die af willen vallen in de sportschool. Lage intensiteit. Niet gaan hardlopen, maar meer sportief gaan wandelen, is dan beter. Als de intensiteit hoger wordt, dan kom je uiteindelijk bij de anaerobe drempel. En voor ongetrainde mensen ligt die op 40-60% van hun maximale. En op het moment dat je goed getraind bent, dan ligt die op 80-90% van je maximale. En dat is natuurlijk heel interessant. Want als jij pas echt pijn gaat hebben op het moment dat jij 85% van jouw maximale gaat geven, in plaats van als ik 60% van mijn maximale aan het geven ben, wil zeggen dat je eigenlijk harder kan, beter kan, met minder moeite. En dat klinkt eigenlijk voor elke sporter zeer interessant. Want als jij bijna volle bak gas kan geven en jouw lijf zegt, woehoe, gaan we gewoon doen, niks aan de hand, dan is dat fijn. Dat wanneer jou zegt, oké, we gaan volle bak gas geven, en dat jouw lijf zegt, maar ik hou je niet bij. Ik word astmatisch en mijn benen lopen vol en mijn spieren willen niet meer. Ja? Dus als jij deze anaerobe drempel kan gaan verhogen, verhoog je dus eigenlijk ook gewoon je prestaties. Onder deze drempel wordt er wel degelijk melkzuur gevormd, maar omdat er nog zuurstof is, zegt het lijf afvoeren. Niks aan de hand, afvoeren, die emmer loopt niet vol, die boot die gaat niet zinken, niks aan de hand. Maar kom jij hierboven, dan heb je wel een probleem. Dan wordt er meer gemaakt dan dat er af wordt gevoerd en gaat die emmer of die boot loopt langzaam vol, loopt de emmer over of de boot zinkt. Ja? Als je dan wilt dat je deze gaat trainen, dan moet je dus, waar moet je dan zitten met je training? Niet hier. Maar dan moet je precies eronder zitten. Daar moet je trainen. Want wat er dan gebeurt is dat je als het ware die drempel langzaam maar zeker omhoog gaat duwen. En daarom is het testen van jullie allemaal, is enorm belangrijk. Want je kan wel gokken. Ja, ik denk, nou ik ben wel getraind. Hij zal bij mij wel op 90% liggen. Maar als hij maar op 80% ligt, ben je hier aan het trainen en ben je die drempel niet aan het verplaatsen. Ben je jezelf alleen maar aan het overtrainen. En help je dat systeem dus helemaal niet. En dat was hem. Wie laat zich testen? Wie test zichzelf wel eens? 1, 2, 3, 4. Oké. En wat wordt er bij jou getest, Wout, als ik vraag mag? Kracht, conditie en mentaal. Hoe doen ze dat met krachtfitnessapparaten? Gewoon bepaalde oefeningen en je moet laten zien wat je kan? Gewoon een 1RM-test. 1RM-test, hoe doen ze conditie? Gewoon loopband. Loopband? Zo'n band die er bij je bocht ligt, dan meten ze je hartslag. Ja, dus dan meten ze intensiteit en hartslag en kijken wat het met je lijf doet. Oké, wat doen ze bij jou Bart, wat testen ze? Lactaat. Dus lactaat wil zeggen dat ze dit doen, hè? Laten we bij jou in je oor prikken. Ja? Ja, dus bij jou... jij kan precies zeggen op welke hartslag jij op deze drempel zit. Hoeveel? 155, tussen die. Sterker nog, hij is op één hartslag precies. Kan die. Dus in je testuitslag moet je de 4 millimol waarde hebben. 4 millimol bloed, lactaat in je bloed. Dat is precies deze drempel. En die andere is waarschijnlijk 2,5 millimol. Maar jij kan het precies zeggen. Dus als je een blokkentraining gaat doen, is het heel simpel, dan ga je voor een x-aantal minuten op precies die hartslag trainen. En dan ga je deze verhogen. Ja, er was nog iemand. Jij stak je vinger op. Wat voor test doe jij? Ja, dat ben je sportarts. Oh, en nu moet ik dan weten wat het is, maar ja, dan weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat het dan is. Oké. Ja, maar wat doe je dan?
Ik heb aan 40. Fietsen met een hartslagmeter. Ja, en kapje op? Ja. Ja, nou, dan is het dat het eigenlijk steeds zwaarder wordt. Ja. Nou, dan meten ze dit, hè, je VO2 max. Dus eigenlijk ook jij weet waar deze drempel ligt. Ja? Maar testen ze jou dan wel of niet? Want net steek je je vinger niet op. Ja, vorig jaar had ik me wel laten testen. Maar je durft hier net je vinger niet op te steken? Oh ja, maar ja, dat is al tijd geleden. Ilse? Ja, VO2 max. Wanneer hebben ze dat voor het laatst gedaan? Vorig seizoen. Vorig seizoen. Hoe doen ze dat bij een zwemmer? Ja, ook gewoon met sportarts. Ook op gewoon op de fiets gaan zitten. Eigenlijk dat is wat dingen. Ja, het is wel knap, hè? Dat een zwemmer. Fietsen doe je vooral met je. Zwemmen doe je vooral met je. Armen en benen. Ja, maar doe je ook je armen laten testen? Nee. Nee, dus hoe dat moet je dat doen dan? Wat zei je? Hoe moet je armen testen? Wat denk je ervan gewoon met een hartslagmeter in het water gaan liggen? Niet zo heel lastig, toch? Dat doen we ook wel. Ja, nee, precies, en ze doen het. Dus in principe zou je dan zeggen, is dat een specifiekere test. Maar goed.